Wil ik even doorgaan? Tuurlijk, ik wacht daar. Prima. Hoi. Hoi. Hallo. Wij zijn even in bespreking. Oh, ik was niet van plan om aan te schuiven. Nee. We bereiden een interview voor. Met een arts. Ja, je hoeft je voor mij niet te verantwoorden. Nee, natuurlijk niet. Nee, we moesten even omschakelen. Dat is nogal een complex onderwerp. Ja, dan laat ik jullie. Nou, ik kom er ook nog wel bij. Hij heeft niks gehoord. Nee, maar nu moet jij dus gaan zitten liegen tegen je vriend. Nou ja, het is toch een complex gesprek? Ja, maar dit wilde ik nou juist vermijden. Hoe meer mensen ervan afweten, hoe meer mensen moeten gaan draaien en smoezen. En... Nou, ik denk best dat Nina of Linda dat ervoor over heeft. Ze kunnen ook voor afleiding zorgen. Je moet nog een week. Ja, nou, weet je, dat eerste onderzoek... Goed dat je er bent. We zitten daar. Dat allereerste onderzoek, dat ga ik gewoon alleen doen. Maar ja, een week. Kan jij niet voor me regelen dat ik wat eerder kan komen? Dat moet je eigenlijk aan je huisarts vragen. Ja, dat heb ik al gedaan. Nou, ik ga mijn best voor je doen. Maar dan moet jij beloven dat je na die afspraak mensen gaat inlichten. En dat zeg ik niet als arts, maar als vriend.